Brillen heb ik niet nodig tijdens de les. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kom maar rechtop zitten. Zoek een plekje op de mat, op je knieën of op je zitbotten. Op de mat. Maak je rug lang. Strek je rug uit. Maak je nek lang. Doe je kruin naar het plafond. Alsof je met een touwtje door je kruin opgetrokken wordt. Op de lengte in je flanken. Ontspan je schouders en leg je handen ontspannen op je benen of in je schoot. Voel je zitbotten in je hakken of in de mat. Observeer hoe je op de mat zit. Hoe je de mat raakt. Ontspan je kaken. Je lippen zacht. En je tong ontspannen in je mond. En dan rustig in en rustig uit. Observeer je adem. Volg met je aandacht je adem, je neusgaten in en je neusgaten weer uit. Dan breng je handen voor je hart. En namaskar mudra. Zingen we 3 keer om. Adem in. Zelf jouw sankalpa. Korte positieve intentie voor jou. En met een mooie glimlach breng je kin naar je borst. Knip je ogen open, kijk naar je vingers. En met een mooie glimlach kijk je erop. Leg je handen in je schoot. Ontspan je schouders en draai je schouders 1 voor 1 in een grote cirkel naar achter. Draai je schouders in een grote cirkel eerst omhoog, dan naar achter en dan naar beneden. Ontspan je kaken, ontspan je armen. Je armen bewegen mee met je schouderblad en je schouder omhoog gaat. Laat je armen maar hangen. Draai goed je schouderblad omhoog en je schouder omhoog richting je oorlel. Je oorlel komt niet naar beneden, je kruin blijft omhoog. En kom je rustig tot stilstand. En draai je schouders met grote cirkels om en om naar voren. Grote cirkel. En kom je tot stilstand. Trek je schouders op omhoog. En ontspan ze.
Trek je schouders op. En ontspan ze, laat ze vallen. Laatste keer, adem in. En adem uit. Strek je armen voor je uit, maak zachte vuisten. En draai je polsen los. Draai grote cirkels met je polsen. En draai ze de andere kant op los. Kom tot stilstand. Ontspan je armen. En vouw je vingers in elkaar. Voel even welke vingers er boven zijn. Welke duim boven is. Adem in, doe je handpalmen weg. Strek je armen uit en strek je armen op naar het plafond. En doe je handpalmen naar het plafond. En trek dan je schouders naar beneden. Doe je staart in de grond. Strek die armen uit. En breng je kin naar je borst. Kijk naar je knieën. Laat je handen los. Laat je handpalmen naar het plafond wijzen. En adem uit, ontspan je armen en kijk rustig op. En vouw je vingers met de andere duim boven in elkaar. Adem in, strek je armen uit. Je voelt het vanzelf als je andere vingers boven zijn. En strek je armen naar het plafond. Trek je schouderbladen naar beneden, doe je staart weer naar de grond. Strek je armen uit. En breng je kin naar je borst. Laat je handen los. Laat je handpalmen naar het plafond wijzen. En adem aan. Laat je armen zakken. En kijk rustig op. Kom je op handen en knieën. Zet je handen recht onder je schouders. En spreid je vingers goed. Zet je vingers zo wijd mogelijk. Duw je pink naar buiten, doe je duim naar buiten, spreid je vingers en duw je wijsvinger, middelvinger naar voren toe. Je handen staan onder je schouders en duw je duimen in de mat. Doe je duimen, je vingertop in de mat. Doe je wijsvinger in de mat. Doe je middelvinger in de mat. Doe je ringvinger in de mat. Doe je pink in de mat. Doe al je vingertoppen in de mat. Doe dan je knokkels in de mat. Strek je armen uit en duw jezelf weg. Hoe harder je duwt met je vingers en je handen in de mat, hoe hoger je van de mat afkomt. Dus je zakt niet in je schouders, je duwt jezelf weg. En dan breng je je schouders wat naar voren en het gestrekte armen voel je de stretch op je pols. En kom je rustig terug. Adem in, kom dan naar voren. En adem uit, breng je schouders weer boven je polsen. Laatste keer, kom naar voren, voel die stretch op je polsen. En kom terug, blijf die vingertoppen in de grond doen. Wiebel je heupen heen en weer. En leun je op je knieën en leg je de ruggen van je handen op de grond met je vingertoppen bij je knieën. En je strekt je armen uit. Hou je armen gestrekt. De ruggen van je handen tot aan je pols en op de grond. Probeer die armen helemaal te strekken. En duw nu je nagels in de grond. Je duimnagels, je wijsvinger, je middelvinger, je ringvinger, je pink. Spreid die vingers. En kom rustig op je knieën zitten. Als dat niet lekker is, kom op je knieën staan. Of leg een dekentje tussen je kuiten en je bovenbenen. En ontspan even je armen, je schouders, je polsen, je vingers. En voel je rug ontspannen, je schouders zacht, je kaken zacht, je lippen zacht. Maak je adem diep. Adem diep in naar je buik. Doe mijn sokken vast uit. Straks gaan we namelijk in de downward facing dog staan. Kunnen mijn voeten goed afzetten. Kom je op handen en knieën.
Doe je vingertoppen weer goed in de mat. Je knieën staan onder je heupen, heup bij, en zet je tenen in de mat. Til je knieën ongeveer 10 centimeter op van de mat. En duw je handen in de mat. Duw hard in. Hoe harder je duwt, hoe makkelijker je naar boven komt. En dan duw je jezelf naar achter. Je duwt je vingertoppen naar beneden, maar je brengt je staart weer schuin omhoog. En dan wandel je je benen om en om lang. Strek om en om je benen uit. Strek de armen uit. Trek je schouderbladen op je rug naar elkaar toe. En je staart weer omhoog. Maak lengte in je flanken. En kom tot stilstand. Laat je hakken naar de grond zakken. Trek je knieschijven op. Trek je navel in. En doe je vingertoppen in de mat. Buig je door je beide knieën. En zet je rechtervoet aan de buitenkant van je rechterhand. Doe je borst naar voren. En draai cirkels met je heup. Maakt niet uit welke kant op, want dan is het een straf. Maak rustige cirkels. Door die cirkelbeweging maak je warm. In je voorste heup, in de buiging, in je achterste heup, in de stretch. En kom tot stilstand en draai kleine cirkels, rustig tempo, naar de andere kant. Doe die vingertoppen in de mat, hè. Zet je dus zo snel mogelijk van je polsen. En als het genoeg is voor je polsen, dan stop je even. Kom tot stilstand. Draai je linkerhak naar de lange zijde van de mat. Trek je linkerknieschijf op. En wandel je handen naar de linkervoorhoek van je mat. En rek jezelf uit. Strek die armen uit. Duw je voeten in de mat. Nu je zitbotten uit elkaar. Duw je staartbeen schuin omhoog. Doe je linkerhand in de mat en draai je lichaam naar de middenlijn. Zet je linkerknie neer. Draai je rechtertenen naar buiten uit. En zet je rechterhand op je rechterknie en kijk over je rechterschouder naar achter. Laat je linkerheup zakken en til je borst op. Adem door en diep uit. Diep in. En draai terug naar de middenlijn. Zet je tenen weer naar voren. Met je handen aan de binnenkant van je rechtervoet. En duw je heupen naar voren. Hou je rechterknie boven je rechter enkel. Je ziet het niet. Duw je heupen naar voren en als er ruimte is, breng je onderarmen naar de grond. En haal je onderarmen de grond niet. En je polsen misschien wat anders neer om je polsen wat om te zien. En voel die grote buiging in je rechterheup en de stretch in je linkerheup. Zet beide handen aan de mat. En duw jezelf weg. En dan down, facing dog. Maak je lang. Rek je uit. Staartbeen op omhoog. Buig door beide knieën. En zet je linkervoet aan de buitenkant van je linkerhand. Duw je borst naar voren. En draai kleine cirkels met je heupen. Draai jezelf lekker warm in je heupen, je benen, de kracht in je armen, in je vingertoppen en draai kleine cirkels de andere kant. Adem door. Diepe rustige adem. En kom tot stilstand en draai je achterste hak naar de lange zijde van de mat. Trek je knieschijf op. Doe je kleine tenen in de mat. Wandel je handen naar de rechtervoorhoek van je mat. Doe je zitbotten uit elkaar. Maak je rug lang. Strek die armen uit. Doe je voeten in de mat. Doe je grote tenen in de mat. Doe je kleine tenen in de mat. Doe je vierde teen, je derde teen, je tweede teen in de mat. Al je tenen duw je in de mat.
En zet je rechterhand stevig neer en draai je lichaam naar de middenlijn. En zet je achterste knie neer. Draai je voorste tenen wat naar buiten uit. Zet je linkerhand op je linkerknie en kijk over je linkerschouder naar achter. En duw jezelf met je rechterhand je borst op en laat je heup naar de grond zakken. En adem in, kom terug naar de middenlijn en draai je tenen naar voren. Duw je heupen naar voren, maar hou je knie boven je enkel. Doe je borst naar voren. En als je ruimte hebt, breng je onderarm aan de grond. Doe je borst naar voren. En voel de buiging in je linkerheup. De stretch in je rechterheup. Adem uit. Krachtig. Adem diep in. Zet je beide handen weer in de mat. Duw jezelf weg in een downward facing dog. Duw je vingertoppen in de mat. Trek jezelf uit omhoog. Trek je navel in. Maak je armen lang, je flanken. En adem in, kom in een plank. Trek je knieschijven op, duw je hakken weg. Hou die benen sterk. Kijk schuin voor je, hou je nek lang. En adem uit, doe jezelf weg in een downward facing dog. Til je rechterbeen op omhoog. Strek hem uit, strek hem uit, strek hem uit, strek hem uit. Dan zet je rechtervoet tussen je handen. Kom in een lunge, doe je borst naar voren. Draai je linkerhak naar de lange zijde van de mat. Doe je voeten in de mat. En wiek je armen op. En kom staan in krijger 2. Strek je armen uit. Je kleine tenen in de mat. En kijk naar je rechterhand. Doe je staartbeen naar de grond. Je kruin naar het plafond. En strek je voorste been uit. En buig weer door je voorste knie. En strek je voorste been weer uit. En buig weer. Blijf hier. Sta diep in een krijger 2. Rijk naar voren. Breng je onderarm op je bovenbeen. En breng je linkerarm over je hoofd. Trek je staartbeen onder. Trek je onderbuik in. Duw je linkerpink weg. Duw je kleine tenen in de mat. Trek je linkerknieschijf op. En maak lengte in je hele linkerzijkant van je lichaam. En je rechterschouder is weg van je oor. Breng je linkerarm op je rug. Als het lukt, pak je met je linkerhand je rechterbovenbeen. En kijk je over je linkerschouder weg. Als het niet lukt, leg je hand gewoon op je rug. Probeer je borst te openen. Je linkerschouder komt niet naar voren. En breng je linkerarm weer over je hoofd in de Parsvakonasana. Duw je voet in de mat. En zet je linkerhand aan de grond. Duw je linkervingers in de mat en strek je rechterarm op omhoog en kijk in je rechterhandpalm. Zet je rechterhand aan de grond en strek je rechterbeen uit. Duw je zitbotten naar achter. Maak lengte van je staartbeen totdat je kruin. Trek je knieschijven op. Doe je tenen in de mat. En breng je neus richting je rechter tenen. Blijf ademen. Adem vooral goed uit. Om vervolgens weer diep en rustig in te ademen.
Buig je door je voorste knie, draai achterste hak in, kom weer in een lunge. En zet je achterste knie neer. Zet je rechterhand op je rechter knie, adem in, trek je linkerarm op omhoog. Duw je staartbeen naar de grond, strek je linkervingers naar het plafond, hou je schouders laag. Voel de opening in je bovenrug. En voel de stretch bij je bekken, je linkerbeen. En laat je je hand zakken, zet je beide handen op je rechter knie. Duw die heupen naar voren en als er ruimte is, buig je je linkerbeen. En til je linkervoet op. Als het lukt, pak je met je rechterhand je linker enkel. En strek je je linkerarm weer op omhoog. Laat je beide handen naar de grond zakken. Zet je de achterste voet zachtjes op de mat. En duw jezelf weg in een downward facing dog. Maak je weer even lang. Rek je helemaal uit. Maak goed contact met de aarde, met je voeten en met je handen. Strek je planken uit. Adem in, kom in een plank. Adem uit, kom naar de grond of op je knieën of in een chaturanga-namasana. En adem in, kom in een cobra of een up dog. Schouders laag, borst naar voren. En adem uit, downward facing dog. Til je linkerbeen op omhoog, strek hem uit. Til hem op, til hem op, til hem op, til hem op. En zet je linkervoet tussen je handen. Draai je rechter tegen naar de lange zijde van de mat. En doe je voeten in de mat en wiek jezelf op. En kom in een krijger 2. Doe goed je kleine teen in de mat van je achterste voet. Doe je staartbeen naar de grond. En doe je rechter zitbot naar je achterste hak. Trek je rechter knieschijf op. Zit diep in je voorste knie en kijk naar je voorste hand. Doe je vingers weg. En adem in, strek je beide benen uit. Trek je knieschijf op. Adem uit, buig door je linkerknie. Adem in, strek beide benen. Adem uit. Adem in. Strek ze. Adem uit, buig voor je linkerknie. Kom naar voren, breng je onderarm op je bovenbeen. En breng je rechterarm over je hoofd. Duw je rechterpink weg. Hou je linkerschouder laag. Trek je staartbeen onder en trek je onderbuik op. Breng je rechterarm op je rug. Als het lukt, pak je bovenbeen en kijk je over je rechterschouder weg. Doe beide voeten stevig in de mat. En adem in, strek je rechterarm weer uit over je hoofd in een Parshvakonasana. Hou je nek in het verlengde van je rug. En zet je rechterhand onder je schouder op de mat. Duw je vingers stevig in de mat en adem in. Strek je linkerarm op in een twist. Kijk in je linkerhand van. Laat je linkerhand zakken. Strek je linkerbeen. Trek je knieschijf op. Doe beide zitbotten naar achter. Maak de lengte van je staartbeen tot aan je kruin. En adem uit, breng je neus richting je voorste teen. En dan buig je door je voorste knie en kom je in een lunge.
Zet je achterste knie neer. Zet je linkerhand op je linkerknie. Doe je heupen naar voren. En adem in, strek je rechterarm op omhoog. Strek je rechterpink naar het plafond en voel de opening in je borst. Breng beide handen op je linkerknie. Hou je schouders boven je heupen zo goed als het kan. En als er ruimte is, buig je rechterbeen, til je rechtervoet op. En als het lukt, pak je met je linkerhand je rechter enkel. Draai je schouders parallel aan de voorzijde van de mat. Doe je voeten in je knieën in de mat en strek je rechterarm op omhoog. Duw die heupen naar voren. Laat je je hand los. Zet beide handen aan de mat. En duw jezelf weg in een downward facing dog. Maak je lang. Trek je uit. Doe je vingers in de grond. Maak contact met de aarde. Trek je knieschijf op. Trek je navel in. Adem in. Kom in een plank. Blijf hier staan. Gaan we naar de zijplank. Dat is genoeg is geweest voor je pols. Trek je onderarmen op de grond. Je voeten staan op heupwijdte, dus je voeten staan uit elkaar. Breng je hakken naar rechts, kom helemaal op de zijkanten van je benen. En adem je in, til je linkerarm op omhoog, til je heupen op. Adem in, kom terug naar het midden. En adem uit, breng je hakken naar links en til je rechterarm op omhoog. Hou die benen sterk, hè? Trek je knieschijven op. Adem in, kom terug naar het midden. Adem uit, hakken naar rechts, linkerarm op omhoog. Adem in, naar het midden. Adem uit, hakken naar links, rechterarm op omhoog. Adem in, kom naar het midden. Kom naar de grond. Adem uit. Adem in, kom naar de cobra, up dog. En adem uit. Kom naar een downward facing dog. Til je rechterbeen op omhoog. Buig je rechterknie. Til je rechterknie naar het plafond, open je rechterheup. Doe beide handen in de mat. Doe jezelf naar achter en omhoog. En voel de opening in je rechterheup. Draai je lichaam naar de middenlijn. Breng je rechterknie naar je borst met de schouders boven je polsen. Strek je rechterbeen onder jezelf door naar links. Draai je linkerhak naar de grond. En strek je linkerarm op in weer een zijplank variatie. Nu met je rechterbeen gestrekt voor je. En draai terug naar een plank. Strek je rechterbeen op omhoog in een three-legged dog. En zet beide voeten neer. Downward facing dog. Wisselen we met links. Til je linkerbeen op omhoog. Doe je vingertoppen in de grond. Hè? Buig je linkerknie. Til je linkerknie op naar het plafond. Open die linkerheup. Adem krachtig door. Draai jezelf terug naar de middenlijn. Breng je linkerknie naar je borst. Schouders boven je polsen. Draai je rechterhak naar de lange zijde. Strek je linkerbeen onder jezelf door naar rechts. En til je rechterbeen op omhoog. Hou die benen sterk. Knieschijven optrekken. En doe je voeten in de mat. Zet je rechterhand in de mat. Kom terug. En til je linkerbeen op omhoog. Zet beide voeten aan de mat. Downward facing dog. Breng je knieën aan de mat.
wijd, tenen bij elkaar. En duw jezelf weg naar achter. Strek je armen uit naar voren. Breng je zitbotten of je zitbotten richting je hakken. En leg dan je voorhoofd aan de mat. En adem in naar je schouders. Naar je schouderbladen. In de child's pose, balasana. Als het lukt met je zitbotten op je hakken. Lukt dat niet, duw ze er in ieder geval naartoe. Maak lengte in je flanken. En adem in naar die flanken. Voel het uitzetten van die ribben. En op je uitademing voel je je ribben weer in de gewone vorm terugkomen. Ontspan je kaken, je lippen, je tong. Ontspan je gezicht. Breng ook het puntje van je neus aan de mat. Maak lengte in je nek. En laat je borst richting de grond zakken. En adem in naar je flanken. En adem krachtig uit. Voel de beweging in je romp. Op je in- en op je uitademing. En op je inademing duw jezelf rustig op handen en knieën. En kom je zitten in het midden van de mat. Met je voetzolen tegen elkaar aan. Baddha Konasana, zet je handen achter je neer. Draai je schouders naar achter. Kom op een dekentje zitten als dat voor jou lekkerder is. Zorg dat je met beide zitbotten op de grond zit. Of op je deken. En maak je rug lang. Je kruin wijst naar het plafond. Je schouders zijn laag. En je borst is op. En duw je hakken tegen elkaar en duw je knieën naar buiten. Duw die hakken tegen elkaar aan. Hè? En dan pak je met je handen, je scheenbenen, je enkels of je tenenbeen. Licht een beetje aan. Of je rechtop kunt blijven zitten. Maak je rug niet rond hè, om je tenen te pakken. Duw je hakken tegen elkaar aan. Duw je knieën naar buiten. Adem in, je borst is op. En adem uit, kom naar voren vanuit je heupen. Hou die rug zo lang mogelijk, kijk schuin voor je. Je kaken zacht, je lippen zacht. Duw die hakken tegen elkaar aan, duw die knieën naar buiten. Voel de stretch in je binnenbenen en je heupen. En adem in, kom weer rustig omhoog. En dan draai je enkels open. Draai je voetzolen naar het plafond. Je teennagels draai je naar de mat. Breng je voetzolen weer tegen elkaar aan. Breng je knieën tegen elkaar aan. En wiebel je benen even los. Oké. Goed, dan buig je je linkerbeen en dan leg je je linker enkel boven je rechterknie. Je flext je linkervoet, trek je tenen naar je scheenbeen. Je duwt je rechterhak in de mat, je trekt je rechtertenen naar je toe en je spreidt je tenen. Maak mooie, brede yogavoeten. Zit goed op je zitbotten. Laat je linkerknie zo goed als je kan naar beneden vallen. En adem in, trek je armen op omhoog.
Duw je zitbot in de mat, doe je pinken naar het plafond. En adem uit, rijk naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. En pak je voet, je enkel op je kuitbeet. Trek je schouders naar achter, maak je rug lang. Je nek blijft lang, schouders weg van je oren. En trek je navel in. En kom nog iets verder naar voren. En adem in, kom op omhoog. Zet je handen naast je neer en strek beide benen uit. En leg je rechter enkel op je linker bovenbeen, net boven je knie. Flex je rechter enkel. Duw je linker hak in de grond en trek je linker tenen naar je toe. Spreid die tenen. Maak je linkerbeen actief. Laat je rechter knie naar beneden vallen. Duw je zitbot in de grond. En adem in, strek je armen op omhoog. Maak je lang. En adem uit, rijd naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. En dan pak je voet, je enkel of je beenbreed. Je schouders zijn weg van je oren, doe je borst naar voren. En adem je uit, trek je navel in en kom nog iets verder naar voren. Voor de opening in je heup, bij je rechterheup, dus stretch in je linkerbil, stretch op je rechterbil. En op je inademing kom je op omhoog. Zet beide handen aan de mat en strek je benen uit. Wiegel ze even los. En draai even cirkels met je enkels. En draai cirkels de andere kant op. Gaan we variatie op deze doen met een twist. Buig je linkerbeen. Leg nu niet je enkel op je bovenbeen. Maar kijk of je je voet zo dicht mogelijk bij je rechterlies kunt leggen. En kijk of je je voet zo omhoog kunt laten wijzen. Lukt dat niet voor je knie? Leg je voet dan daar neer waar het voor jou prima is. Je knie moet geen pijn doen. Je voelt opendraaien van die linkerheup. Je rechtertenen wijzen weer naar het plafond. Doe je zitbot in de grond. En breng je linkerarm achter je langs. Pak met je rechterhand je linkerhand. En kijk of je je linkerhand naar je linkervoet kunt brengen. Misschien kun je je linkervoet wel pakken, hè? En als je hem kunt pakken met je linkerhand, dan trek je met je hand stevig aan je voet. Doe je zitbot in de grond, kun je je voet niet pakken, hou je je shirt beet, je hand bij je bil. En breng je rechterhand naar voren en pak je de binnenkant van je rechtervoet beet. Of je kuit, waar die maar komt. Schouders weg van je oren. Adem in, doe je zitbot in de grond, til je borst op, maak je rug lang. En draai je linker schouderblad naar je ruggengraat en kijk over je linker schouder naar achter in een twist. En adem in, draai terug naar het midden. Laat je handen los. En strek beide benen uit. Dan hebben we ook nog een rechterbeen. Breng je rechtervoet zo hoog mogelijk op je linker bovenbeen. Help je voet als het lukt in lotus pose. In je lies lukt dat niet. Geen geweld gebruiken. Rechter knie, rechter heup is verder oké. Je bent in jouw uiterste stand op dit moment. Je mag dus geen pijn doen. Je mag hem wel voelen, maar geen pijn doen. Doe je zitbot in de mat. Trek je linkertenen naar je toe. En breng je rechterarm achterlangs. Pak met je linkerhand je rechterhand. En help je hand richting je voet. En als je je voet kunt pakken,
Trek je stevig met je hand aan je voet. Zet wat in de grond. Bereik met je linkerhand naar je linkervoet en pak als het lukt de binnenkant van je linkervoetbeet. Til je borst op, schouders laag en trek je rechterschouderblad naar je ruggengraat en kijk over je rechterschouder naar achter. Adem in, kom terug naar het midden, laat je handen los. Strek beide benen uit. Wiebel ze los. Wiebel je polsen even los. Je schouders. Maar alles weer flink uiterste stand getest vandaag. Kom zitten in het midden van de mat. Als je wat warms aan wilt trekken straks, leg het vast naast je neer. En rol jezelf wervel voor wervel af. En zet je voeten achter je heupen met je voeten tegen elkaar aan. En laat je je knieën naar buiten vallen. En leg je handen naast je heupen met je handpalmen naar de grond. Leg je schouderbladen plat op de grond. Voel je schedel in de mat. Doe je voetzolen tegen elkaar aan. Voel de kracht in je binnenbenen en je billen. Kantel je je bekken, dus je draait je rug richting de grond. En op je inademing til je dan je heupen van de grond. En leun je op je schouderbladen, op je bovenarm en op je achterhoofd. Je heupen zijn van de grond. En duw die voetzolen tegen elkaar aan en doe je knieën naar buiten. Adem rustig in en rustig uit. Als je niet meer kunt, kom je terug. En als het lukt, blijf je hier samen met mij om die iliopsoas extra moe te maken. Tijdens de staande poses zijn je benen al wat vermoeid geraakt. De downward facing dog, goed gestretched. De vooroverbuiging net goed gestretched. We maken hem nu nog weer even extra mooi. Je billen, til je heupen op, til je borst op. En laat dan je billen heel rustig richting de grond zakken. Laat je knieën naar buiten vallen met je voetzolen tegen elkaar aan. En leg dan je handpalmen omhoog. Dan heb je namelijk niet meer de neiging om in je handen te duwen tegen de grond. Een normale holling in je nek, een normale holling in je rug. Misschien is die nu wat groter dan anders. Dat is nu niet zo erg. En laat je knieën ontspannen naar buiten vallen. Je duwt ze niet naar beneden, je duwt je voeten niet meer tegen elkaar aan. Laat de zwaartekracht zijn werk maar doen. En dan breng je je knieën nu ongeveer 5 centimeter omhoog. Dan voel je wat veranderen in je bekken. Je rug komt ietsje dichter naar de grond toe. En misschien voel je wel wat wiebelen, trillen. In je benen, in je billen. Misschien bij je schouder. Maak je adem zacht en rustig. Maak je lippen zacht. En focus je maar op je adem. Rustig in en rustig uit. Misschien voel je trillen in je benen. Misschien voel je helemaal niks. Allebei is goed. En dan breng je je knieën nog 5 centimeter omhoog. Adem rustig in en uit. En misschien voel je wel een verschil in links en rechts.
Observeer alleen maar. Verander er niks aan. Vind er ook niks van. Heb er geen oordeel over vandaag. Maak je adem rustig en zacht. En breng je knieën nog ongeveer 5 centimeter omhoog. Voel de verandering in je bekken en in je rug. En als je benen gaan trillen, bedenk dan dat dat ontspanning is. Gedurende de dag, de les, gedurende de week, de maand, misschien wel maanden of jaar, bouw je spanning op. Bouw je spanning op in je lijf. En die spanning die kan heel goed in de iliopsoas gaan zitten. En op dit moment ontspant de iliopsoas. En komt die spanning eruit als je hem voelt trillen. Breng je knieën ongeveer nog 5 centimeter omhoog. Als je je benen voelde trillen, dan neem je die trilling mee. En misschien verandert die trilling wel. Wordt die sneller, wordt die heftiger, wordt die juist langzamer, valt die af en toe stil. En als je nog helemaal geen trilling voelt, in ieder geval niet in je benen, misschien in je rug, is het ook prima. Maak je adem rustig en zacht. Breng je knieën nog ongeveer 5 centimeter omhoog. En als je al zover bent dat je voetzolen eigenlijk de grond gaan raken, dan zet je je voetzolen op de grond, maar niet met je voeten tegen elkaar aan, een klein stukje uit. Als je nog niet zo ver bent, laat je voeten nog steeds tegen elkaar aanzitten. En observeer wat er gebeurt. En de spieren en je benen die we net even krachtig gebruikt hebben en die nu de gelegenheid hebben om te ontspannen. Om je benen op te tillen gebruik je de buitenspieren, buitenkant van je benen. En kan de binnenkant dus ontspannen. Breng je knieën nog ongeveer 5 centimeter omhoog. Als je voet zo dan op de grond staat, laat je knieën dan naar boven wijzen. Je voeten niet tegen elkaar aan. Voel je hier nu een lekkere, ontspannende trilling? Misschien vind je er helemaal niks ontspannends aan. Dan is het wel goed om deze regelmatig te doen, om die spanning kwijt te raken. En breng je knieën nog 5 centimeter dichter naar elkaar. Zet je voetzolen op de grond, laat je knieën omhoog wijzen. Ontspannen je rug, ontspannen je schouders. Observeer je adem. Observeer wat er gebeurt in je benen, je schouders, je billen, je bekken, je borst. Misschien ben je wel een beetje moe geworden van dat getril van je benen. En dan strek je benen uit. Duw je hakken weg. En spreid je armen. En dan houdt het trillen op. Als je geen trilling had, kun je ook even lekker zo gaan liggen. En zet je voeten weer aan de grond.
Leg je handen weer iets dichter bij je heupen met je handpalmen omhoog. Je knieën wijzen naar het plafond. En observeer wat er gebeurt. Het kan zijn dat het trillen meteen weer begint. Het kan ook zijn dat je nog even niks voelt. Maar weet dan, als je moe bent van trillen, als je het zat begint te worden, of als je het vervelend vindt dat je er geen controle over hebt, strek je benen uit, is het voorbij. En zet je voeten wijd neer, laat je knieën tegen elkaar aanvallen. Als je wat warms nog aan wilt trekken, doe dat dan nu. Dan zet je voeten daar neer, waar het voor jouw rug prettig is. En leg je handen op je borst. Ontspan je elleboog, ontspan je schouders. Voel een kleine holling in je onderrug. Voel een kleine holling in je nek en je schouders zijn weg van je oren. Maar je maakt wel lengte in je flank. Misschien wandel je eerst even je schouders omhoog. Maak je nek lang. En ontspan je schouders dan weg van je oren. Ontspan die ellebogen. Je handen op je borst. Bij de hartchakra. En adem in naar je buik. En adem uit, laat je buik zachtjes zakken. En adem in naar je buik en dan naar je handen. En adem uit, laat je buik zachtjes zakken. En met een mooie glimlach op je gezicht, denk je nog eens terug aan jouw sankalpa, jouw positieve intentie. Leg je handen naast je neer met je handpalmen omhoog. Handen iets bij je heupen vandaan. En als het goed is voor je rug, strek je je benen uit. En kom je liggen in Shavasana. Is het lekkerder voor je rug om je knieën gebogen te houden? Hou ze dan gebogen. Ontspan je adem. Maak je adem rustig en zacht. Maak je adem vloeiend. En scan je lichaam af van onder tot boven. Om rustig te ontspannen. Breng de aandacht naar je voeten. Ontspan je grote teen. Je tweede teen. Je derde teen. Je vierde teen. Je kleine teen. Ontspan je voetzolen, je enkels. Je achillespezen. Ontspan je kuiten en je scheenbenen. Ontspan je knieën. Relax je bovenbenen. Je billen. Je heupen. Ontspan in je liezen. En ontspan in je buik. Relax. Relax het onderste deel van je lichaam. En om de ontspanning in het onderste deel te vergroten, zingen we ah. Adem in. Ah. Thank you.
middelste deel van je lichaam. Ontspan je buik. Ontspan je ribbenkast. Ontspan je borstkast. Relax de voorkant van je schouders. Ontspan. En ontspan je onderrug. Wervel voor wervel omhoog naar je middenrug. Wervel voor wervel omhoog naar je bovenrug. Ontspan de spieren naast je wervelkolom. In je onderrug, in je middenrug en in je bovenrug. Relax. Relax je schouderbladen op de mat. Ontspan je schouders weg van je oren. Relax je bovenarmen. Je ellebogen zwaar, je onderarmen ontspannen en je polsen van het slot. Ontspan je handpalmen. En ontspan je duimen, je wijsvingers, je middelvingers, je ringvingers en je pinken. Relax het middelste deel van je lichaam. Relax. Om de ontspanning in het middelste deel te vergroten, zingen we oeh, Kara. Adem in. Oeh. Relax. Breng de aandacht naar je hoofd. Ontspan je nek. Wervel voor wervel omhoog. Ontspan je hals, je keel en je kaken. Je tong is zacht achterin je keel. En je lippen zijn zacht. Je wangen zijn zacht. Je neusgaten ontspannen. En de brug van je neus helemaal ontspannen. Relax je ogen en je oogkassen. Ontspan je oogleden over je oogbol. Ontspan je wenkbrauw. En ontspan het gedeelte tussen je wenkbrauw. Relax je voorhoofd en je slapen. Je oren, de zijkant van je hoofd en de achterkant van je hoofd. Ontspan je hele hoofd. Relax. Om de ontspanning in je hoofd te vergroten, zingen we Makara. Adem in. Voel de trillingen van de in het bovenste deel van je lichaam. Geluid A heeft de laagste frequentie. Het geluid M heeft de hoogste frequentie. Gaan we straks in één aanteug A, O, M zingen. En gaan we als een golfbeweging de frequenties door het lichaam brengen. Adem in door je neus. Om. Voel de trillingen door je lichaam gaan en als je de juiste toonhoogte hebt gevonden, kun je het voelen resoneren. Relax. Adem diep in naar je buik. Adem diep in naar je handen en je voeten. Wiebel wat met je tenen en je vingers. Je polsen en je enkels. Breng je rechterarm boven je hoofd en je linkerarm over je buik. Buig je knieën en draai jezelf op je zijkant. En leg je hand op je dij. Voel hoe je gedragen wordt door de mat.
Weer ondersteund wordt door de aarde en wees je bewust van de mooie lijn die je hebt gevormd op de mat. En leg je linkerhand voor je borst op de grond en duw jezelf overeind en kom je zitten in een houding die voor jou prima is. Met de rechter rug. Breng je tong zachtjes tegen je bovenste verhemelte, met je puntje van je tong tegen de achterkant van je boventand aan. Zachtjes. Je lippen zijn ontspannen. En dan zingen we straks En dan zoem je als een mooie honing bij, zo diep mogelijk. Adem in. Wees dankbaar. Dankbaar dat je de oefeningen mee hebt kunnen doen. Dankbaar dat je de gelegenheid had om vanavond mee te kunnen doen. Dankbaar dat je een mooie plek voor je mat hebt kunnen vinden. Dankbaar voor de ervaring. Wat jij weer geleerd hebt over jezelf, over je lichaam. Misschien wel over je gedachten, je emoties. Dankbaarheid is een mix van geluk en nederigheid. En met een mooie glimlach breng je handen op je rug, maak van je rechterhand een vuist. Pak met je linkerhand je rechterpols. Open je borst, adem in. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ontspan je schouders en je ellebogen. Rol jezelf rustig op. Leg je handen in je schoot. Knipper je ogen open. Kijk naar je vingers. En met een mooie glimlach. Kijk je weer om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Eén keer Shanti. Voor vrede in jou. Tweede keer Shanti. Voor vrede om jou heen. Derde keer Shanti. Vrede. Voor het hele universum. Dank jullie wel. Graag tot snel.